Welkom tot het educatief kanaal van Gerard-Johan van Waas. Ik ga vandaag iets meer vertellen over wat u nog kunt vinden in het boek Sound in Form. Het is momenteel alleen in het Engels verkrijgbaar. Deze volumes zijn verschenen op Trafford Publications. Zijn ook verkrijgbaar via Amazon en in België zal dat bol.com onder andere zijn. Zullen ook twee aparte volumes komen die dat misschien betaalbaar maken om eens even te checken. Zelf ook in e-book, dus je kunt het daar ook checken. Binnenkort zal dat dan ook wat goedkoper ter beschikking zijn. In ieder geval, waar gaat dat over? Klank in vorm is het in het Nederlands. Het gaat hier om klankletters of letters met hun klank. Een methode om die in vorm op te zetten. Een methode van een zeer gestuurde synesthesie, waarmee de onderliggende betekenissen van de woordassociaties kunnen worden blootgelegd. Gewoon ook omdat het een natuurlijke methode is die een bepaalde logica volgt, die wij onbewust eigenlijk ook volgen. En vandaar dat die logica ook terug te vinden is als men dat omzet. Men kiest dus niet zomaar woorden. Deze woorden hebben een betekenis, die woorden en letters passen bij de dingen zelf. Ik heb het al een aantal video's opgenomen, vooral in het Engels, vandaag in het Nederlands. En ik ging het mij vandaag moeilijk maken en daar een paar woorden maken die niet zo gemakkelijk te verklaren zijn. Maar ik zal het hier toch kunnen verklaren in deze video. Want meestal zie je, als je voorbeelden hebt, de woordbetekenissen toch min of meer verschijnen. Het is herkenbaar, maar voor moeilijke en korte woorden, met abstracte betekenissen, zoals de woorden al en la, is dat toch heel moeilijk. Omdat, en eigenlijk bijna niet voorstelbaar, dat je zo'n kort woord eigenlijk in zijn nogal uiteenlopende betekenissen zou kunnen vatten. In ieder geval, daarom probeer ik die. Ze staan ook in het boek, maar hier is het voorbeeld anders dan in het boek. Nu, deze twee woorden zijn vooral precies eerder een vorm van oriënteren zelf en in welke richting men ook wil dat je daarmee gaat denken. En in feite zijn dat de betekenissen ook van de woorden. Ik dacht eerst van, ja kijk, het is niet zo duidelijk, maar eigenlijk is het ook nog altijd heel duidelijk. Misschien moeten we de video een paar keer lezen, maar dan lijkt het wel duidelijk. En ik ga je dat uitleggen, hoe dat je daartoe komt, om die betekenissen daaruit te halen. Voor het woord al beginnen we bij de letter A. Hè, en dus daarvoor moet ik natuurlijk de letters A en L gaan uitleggen, beginnende met het woord A. En voor zo'n kort woord als al of la is het natuurlijk heel belangrijk dat je die letters en hun combinaties, de manier van combineren, ook heel gedetailleerd verstaat. En daarom ga ik die ook heel gedetailleerd, of iets meer gedetailleerd uitleggen. We kennen, als je de andere video's bekeken hebt, we kennen het wel. De A begint altijd van zijn centrum met een oriëntatie op het centrum. En dan betrekt hij de vorm die het benoemt. Dus het gaat de volledige vorm en de inhoud van die vorm ook betrekken. De rest, het centrum gericht zijn, is het meest belangrijke. Al de rest komt daar eigenlijk als een toevoeging bij. En die zal eerder nog een beetje een vage inschatting zijn vanaf die moment, toch zonder extra beschrijving. De tweede letter, de L, zit ergens anders. Dat gebied van oriëntatie zit ergens anders. En daar krijgt men eigenlijk het volume dat zich aan het vormen is. Dat is de L. Heel simpel uitgelegd. Maar natuurlijk, het is meer dan iets simpel. Dus daarmee dat de methode in het boek ook wat ingewikkeld is, maar vandaag leg ik het redelijk eenvoudig uit. De L zal zich eigenlijk niet moeten beperken tot deze centrumwaarde, want het is niet gerelateerd met A altijd. Hè. Dus het zit eigenlijk altijd ergens in het gebied van de waarde van het volume. Dus het kan ook buiten die cirkel natuurlijk gaan, heel logisch gezien. En als hij buiten de cirkel gaat, gaat hij wel binnen de zone blijven van het volume. En zoals u ziet, als hij ook vanuit het centrum vertrekt, zal ook zijn uitbreiding vermeerderen binnen dat volume. Een beetje zoals een fractal in de volume
regio's zal het dan blijven. Dus, voor de al, weten we dat het woord vanuit de centrumwaarde moet vertrekken en gaat dat zichzelf zo moeten verder zetten, want de combinatie is A plus L, dus het begint vanaf de A, dus, en dan gaat hij zich uittrekken in volume, of gaat hij vanuit het volume vertrekken. En als hij uit dat volume komt, krijg je natuurlijk zo'n vorm die wel verbinding houdt met dat centrum. Dus opnieuw uitbreiden, het geeft dit dus een zijwaartse uitbreiding en een verderliggende opnieuw verworven uitgebreide centrumwaarde. En dat krijg je min of meer de betekenis van al in de vorm van alreeds een verworven een nieuwe plaats, een waarde die uitgebreid is, die uit het centrum voortkomt en een nieuwe waarde krijgt. Dat is nu ongeveer het idee dat we krijgen met die al. Ook niet 100% verklaarbaar, maar in de hele context dat ik ga uitleggen zal dat zeer duidelijk worden. Nu, al in de vorm van alles is het niet echt in die betekenis te zien. We kennen dat wel, al in de betekenis van alles, namelijk als het al. Hè. Dus, maar dan hebben we het woord en de oriëntatie van het nodig, dus ook die leek ik uit. Het is eigenlijk een beetje anders dan in het Engels, dus natuurlijk heb ik gezegd, gaan we het al. Dus eerst daarvan vertrekken van het. En we gaan deze met die, vanuit die het context, hetzelfde woord, al opnieuw kunnen gaan voorstellen en uitdrukken. Dus de nadruk van die van het is die van een heel actieve verhouding waarin een referens ligt van een neutrale of willekeurige plaatsing. Dat heet de H, de ruimte, de actieve ruimte waarin een plaats wordt gewoon een opmerking, een merk, iets dat je merkt, iets dat er ergens moet zijn, die dan geplaatst wordt via T. Het is dus niet veel meer dan deze referentie op een plaats van ergens iets dat in een actieve plaats dat een actieve plaats krijgt. Dus dat maakt dat we hier dus een iets dat eigenlijk nog op zich passief is, eigenlijk weinig keuze in zitten, maar toch een vorm is, een willekeurige keuze is, die toch een heel actieve plaats krijgt in het geheel. Het al is dus niet echt alles, maar het is wel iets dat gecreëerd wordt vanuit een plaats, een momentopname, dat is wat men eigenlijk zou kunnen zeggen. In ieder geval, we gaan het al eens vergelijken met het Engelse all. Voor de all, voor de L, de dubbele L, hebben we natuurlijk de verdubbeling van de L nodig. Dus ook die plaats en die plaatsing en die volume zal zich ook op die manier verdubbelen naar buiten toe hier. De O van all is niet echt een A, dus het is ook niet echt een A-klank, maar de A is vooral goed uitgelegd in mijn boek in de laatste hoofdstukken waar het uitgelegd op basis van de spectrogrammen dat dit een die O is vooral gebruikt als een plaatselijk bijna dialect of een plaatselijk gemiddelde van alle toepassingen van materialisaties toegepast op de omgeving. Dus de klank O is de ruimtes en omgevingen, de A voor materialisaties. Dus in die zin geeft dat een som van alle toepassingen. Van een theoretisch oogpunt lijkt het nogal een vage som van allerlei delen, weinig wetmatig volgend, maar toch heel toegepast en zich aanpassend aan de plaatselijke situaties. Dus zo willekeurig is het niet, het is gewoon heel praktisch. Dus die O wordt voor die zaken gebruikt die zich eigenlijk onmiddellijk een aanpassing zoekt. Dus het maakt een gecompliceerde som van constante aanpassingen binnen het gemiddelde van wat er nodig is en wat er aanwezig is. Dat is de al in alle plaatsen. Dus al, toegepast op al, geeft dit dus de som van schijnbaar willekeurige wezenlijkingen, weer opnieuw, maar wel heel toepasbare, direct gecreëerde vermaterialiseringen. Dus de inhoud zit hier volledig binnen het volume en toont eigenlijk alleen maar alles wat zich op die moment aan het vormen is. Of zich constant aan het vormen is en zich aanpast.
Conclusie voor deze twee, all in all, of het all in all, is die zijn toch wel in zekere zin vergelijkbaar en beide blijken een soort toepassing te zijn van een zich actief vormend gedeelte. Dus in zekere zin kan men zeggen, het is de creatie of het gecreëerde, het zich vormende. De L is de vorm krijgen, A is het centrumgedeelte, het wordt vanuit het centrum gecreëerd en krijgt vorm. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Als nu al enzovoort heb, dan gaan we natuurlijk gemakkelijk denken aan het woord Allah. Hè. Dus dat is niet veel letters komen erbij, met alle betekenissen van het woord daarbij. En alle, vanuit de klankwaarde gezien gaan we daar toch ook iets over zeggen. Het woord, de letter die daar ook mee geassocieerd wordt is de H, die eigenlijk staat voor leefbare activiteit. Dus het moet uiteindelijk terechtkomen in een leefbare activiteit binnen een bepaalde ruimte of binnen een bepaalde afbakening of context, naar gelang de toepassing, ga je dat creëren. Dat is uiteindelijk het doel vanuit dat woord. Dus heel snel toegepast op al, toont dit aan dat dit de toepassingen gaat vinden van wat er gecreëerd wordt die leefbaar zijn en die ook daar die leefbaarheid eigenlijk zouden moeten voorstellen. In principe zouden we dat kunnen associëren met het goede voorbeeld. Hè, van wat er alles wat werkelijk leefbaar is en wat in het leven wordt geroepen, dat vorm krijgt, dat in haar creatieve vorm bestaat. Dus we hebben al één richting gevolgd, de al. Hè, nu gaan we natuurlijk de andere richting ook bekijken. Weet je nog, hè, we gaan al, we hebben dan in één richting gestuurd. Kregen we dit resultaat? De la begint van de L. Dus die gaat iets helemaal anders krijgen. Die vertrekt niet van de A, die komt uit in de A. Dus in dit geval gaan we vanuit de verlenging, de L, zelf vertrekken, van waar die ook zou vertrekken. En dan komt men tot een centrum of een manifestatie ervan. Natuurlijk doet mij dat wat denken, die la aan de lade, als onderdeel van een meubel dat eruit getrokken wordt en dat in feite zich dan pas manifesteert en haar inhoud blootlegt. Eigenlijk volledig passend bij dit patroon dat ik hier eigenlijk uitleg. Moest je het iets ingewikkelder maken en je ziet daar eigenlijk terug, zoals een fractaal, de kleine zone daarvan te eruit te nemen, past dat een klein beetje meer bij de tweede betekenis van de la die we kennen, die muzieknoot, waar dat een heel moeilijk te verklaren woord is, van in het begin weet men dat al. En dat wordt ook moeilijk om dat van daaruit te verklaren, maar want we kennen la, in het begin gebruiken we dat als melodische entiteit, hè, la 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 la. Het is precies het zingen van gelijk welke noot in de melodie, maar la is ook een specifieke noot. Natuurlijk kunnen we la overal uitbreiden, hè, zoals een fractal, en dan komen we ook wel op een bepaalde plaats en een orde binnen dit volume. Dus daar krijgt men dan, in feite heb ik de indruk, als men dat dan zou indelen in die do, re, mi, fa, sol, la, si, waar men eigenlijk ook kan, en men kiest daar de plaats van de la, dan krijgt men daar ergens toch wel een perfect gemiddelde, het volume dat zich uit, eigenlijk een perfecte noot ergens tussenin. Waarom? Ja, omdat je hebt natuurlijk do, re, mi, waar allemaal ook halve noten tussen zitten, dan de fa, waar geen halve noten zitten, die eigenlijk in het systeem van zeven noten u altijd in een andere richting stuurt, in een evoluerende richting. De sol is de basis, voor heel gemakkelijkste basis, om balans, om juiste proporties te krijgen. Dus dat is de tweede reeks, sol, la, si. En daar in het midden van drie, waar ook weer halve noten tussen zitten, maar zonder die van dit er tussen te maken heeft, zit men eigenlijk perfect in het midden en perfect in balans. Het is niet veel meer dan een proportie. Hè? Het lijkt alsof dat niet veel meer is dan een gebalanceerde proportie op dit moment. In ieder geval als conclusie kan ik zeggen, la en al, het zijn zeer korte uitdrukkingen die op het eerste zicht niet meer zijn dan richtingaangevers, waar eigenlijk
wat vager lijkt als de meeste woorden. Maar, bedenk al eens een keer dat la en al ook gebruikt worden in allerlei verschillende talen, als een, zo ook als voorzetsel, namen. En deze la en al zijn ook wel heel verschillend tegenover het of de of the. En zijn eigenlijk heel, terwijl die laatste zijn heel neutrale plaatsingen, waar gelijk bij wat kan gebeuren, bijna materialistisch gezien, je hebt die het ding en daar kun je mee doen wat je wilt. Terwijl la en al veel meer op het creatieve of het zeer actief vormende elementen verwijst. Zoals een scheppende, levende creatie waar dat ook werkt. Vandaar zijn er ook heel gemakkelijk spirituele associaties gemaakt die neutraliteit die de heeft eigenlijk overstaan. Het is dus helemaal niet hiervan, want er is iets gewoon in wording. Hè, dus, maar het is echt wel iets dat creatief in werking heeft. En, een beetje het gevoel geeft van, ja, men zag dat het goed is. Het werkt. Het is bevorderlijk. Het is levendig. Vandaar die spirituele waardes die men ook nog altijd geeft aan al of el. Die men nu nog steeds kan terugvinden. Als bonus zeg ik nog eventjes, die naam Allah heeft, heb ik ook ergens nog een studie van uit allerlei bronnen gehad, dat alle letters die ook in het Arabisch zijn, ook associaties krijgen, niet alleen met verschillende elementen, dus Arabi heeft het ook heel hard uitgewerkt, maar ook de verschillende 28 namen van Allah hebben ook associaties die eigenlijk richtlijnen geven, uit het soefisme dan, om in een bepaalde richting te gaan werken, die dan ook past binnen wat dat er in de islam is uitgewerkt. Je hebt een voorbeeld hier, dat geef ik als laatste voorbeeld. Je hebt de A staat niet alleen voor de ene God, dus de heilige essentie. Maar in feite, u kent het al, de A is het centrum en het is het centrum zijn. Dus je moet u één maken en met de essentie die eigenlijk moet uitgevoerd worden. Dat is eigenlijk waarom die letter A. De L is wat bevorderlijk is. Dus die L die gaat, dat is heel vaak als het iets, het volume zich aan het uitbreiden is, is eigenlijk, dat is ook een levende materie. Het volume breidt zich uit, maar het is eigenlijk de creatie die gebeurt op die moment. Dus het is heel levendig en het gaat u ook leven brengen. Dat is de spirituele associatie. De H wordt hier gezien als de gids, hè, dus alles wat inspireert. En dat leidt tot de waarheid, wat eigenlijk alles wat permanent is. Ik had daar ook wel een aantal associaties bij, dacht ik, in het Nederlands. Maar ik heb het precies nog vergeten erbij te zetten. Maar in ieder geval zijn dat zaken die ook wel in mijn boek wel worden uitgewerkt, maar de inspiratie om de klanken te begrijpen kan evengoed een spirituele betekenis krijgen. Kijk, laat dat ons een beetje helpen in onze manier van leven dat we volgen en de balans die we hebben, want in verschillende talen, geschriften en regio's zijn andere soorten balansen en geeft men een andere nadruk. Rond de evenaar gaat men veel sneller op moeten schakelen als zoals de zon sneller zakt en zoals de rapper donker is. Het is zeer zwart-wit, wil men echt wel zaken vinden en oplossingen op vinden. Dus men gaat anders met de taal om, wat anders met de letters om. Je kunt dat op die manier volgen, je kunt dat op die manier associëren. Dus ook die namen kunnen via een spirituele betekenis gegeven worden. Dat staat niet in het eerste boek, Development of the World, maar in het laatste. Dat nog in voorbereiding is, maar je kunt het wel in het dubbel volume Sound Inform terugvinden. In ieder geval, ik hoop dat je dat interessant vond, want ik heb niet alleen de theorie die gaat naar de praktijk om bijna wiskundige tekeningen te krijgen. U kunt er even gewoon wat plezier mee hebben en daar een aantal zaken mee leren, omdat ook in het gewone leven toe het was. Maar er zijn ook spirituele consequenties, dat elke letter heeft een bepaalde
manier om zich te associëren. En dat kan men heel hard uitbreiden als men wil. En er is een manier om dat te doen. En daar staan wel wat tips voor van hoe je dat zou kunnen doen in het boek. In ieder geval bedankt voor de interesse en om het te volgen. Dit was toch een van de weinige video's in het Nederlands. Volg gerust de website. Daar zullen de updates volgen als er nog nieuws is. Schrijf je ook gerust in op het YouTube-channel. Binnenkort nog aankondiging dat er dat ook de beurs in Frankfurt. Dan zal ik nou een van de dagen ook wel eens kunnen zijn, want ook daar wordt het boek voorgesteld. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.